Welkom bij Smart. Ik zit hier tegenover een echte techno-optimist. En daar ben ik natuurlijk blij om. Hij is medeoprichter van de Singularity University in Nederland. En dat is weer het instituut dat ons moet klaarstomen voor de toekomst. Maarten, leuk dat je er bent. Dankjewel. Dat is wel heel kort samengevat, denk ik. Maar even eerst checken. Techno-optimist, zo mag je wel genoemd worden, toch? Ja, nou ja, ik denk toch uiteindelijk dat een combinatie is van optimist en realist. Ik bedoel, het feit is wel ergens dat er natuurlijk beperkingen zijn. En juist op die balans, zou je kunnen zeggen, begeven we ons heel erg. Zeker kijkend en openstaan voor de mogelijkheden. Zoals een beetje zeggen, altijd alle sensoren staan wel open naar wat gebeurt er. Ja. Dus zeker niet al te makkelijk om iets af te serveren van dat gaat nooit gebeuren. Of dat zal nog wel 20, 30, 40 jaar duren. Maar wel kijken naar waar dat ergens een plek heeft. En ook wel waarom zouden we dat willen. En dat is ook wel waar wij mee bezig zijn. Waarom? Wat proberen mee te bereiken en wie proberen mee te bereiken bijvoorbeeld. Ja, want even naar dat wij. Want ik denk dat er wel vaak uitgegaan wordt van een technologische oplossing. Maar daar komen we denk ik zo op. Maar Singularity University, ik denk dat veel mensen de term misschien wel kennen. Maar toch even kort de basis. Wat is dat nou eigenlijk? Wat is dat voor universiteit? Nou, het is een opleidingsinstituut. Het is geen universiteit zoals hier in Nederland. Het is geen geaccrediteerde universiteit. Nee. Maar het is wel een opleidingsinstituut waar wij mensen eigenlijk in alle lagen willen laten kennismaken met die technologie. Dus wat het eigenlijk is, waar het university vandaan komt, is in de VS is het Singularity University. Bij ons in Nederland heet het Singularity. Daar is het begonnen, neem ik aan. Ja, daar is het begonnen. Daar Peter Diamandis en Ray Kurzweil. Eigenlijk Ray Kurzweil heeft ooit het woord singularity gemunt. En dat woord is ooit bedacht of gemunt om de staat te beschrijven waarin eigenlijk de computerintelligentie slimmer is dan de menselijke intelligentie. Ja, een soort omslagpunt. Dat is een omslagpunt en dat is een theoretische soort van grafiek. Als je die tekent, die zou je kunnen doortrekken en dan kruisen die lijnen van menselijke en machine-intelligentie. En dat punt gaat een keer komen en de een denkt dat het nabij is en de ander denkt... Exact. Dat misschien... Dus dat boek heette dan Singularity is near en hoe near, dat weten we niet. Nee. Of het überhaupt near is. Er zijn ook veel filosofen, Nick Bosson en of het positief mensen. Of negatief is, dat moeten we maar even kijken. Maar ik snap, En of het zo is eigenlijk ook helemaal niet bij ons aan de orde. Dus wij eigenlijk is, zou je kunnen zeggen, het is een merk geworden voor dat opleidingsinstituut. Ja. Dat woord is niet het geloof of het thema waarin iedereen een soort buy-in moet hebben voordat je onderdeel mag worden. Maar je zei het is een American University, zo heet dat. En in Nederland gebruiken we een andere naam, wil je volgens mij gaan zeggen? Ja, Singularity U. Ja. Dus we afficheren ons niet als universiteit, dus dan willen we ook een beetje in die zin... Die vragen we eigenlijk voor zijn van, is het dan wel academisch? En dat zijn we niet. En daar willen we ook geen verwarring over laten ontstaan als dat even kan. We zijn gewoon Singularity U, een opleidingsinstituut met top-experts op eigenlijk een breed gebied aan exponentiële technologie. Want ik las op de site gisteren, jullie zijn er voor allerlei groepen, wil ik zo graag horen. This enables them to reimagine and reinvent their industries, companies, careers and lives. Dat is wel een flinke ambitie, toch? Ja, die ambitie hebben we dan wel laten staan van de Amerikanen. Het denken van je moet niet al te klein willen gaan beginnen per se. We willen echt die impact creëren in Nederland voor echte Nederlandse groepen die met technologie te maken krijgen. En eigenlijk zijn dat alle groepen. Dat zijn basisschoolkinderen die te maken hebben. Dus dat is echt missie 1. Dat mensen snappen dat jullie er ook voor hen zijn misschien. Ja, dat wij er voor hen zijn en dat niet enkel en alleen op het C-level zit. Want dat is ook vaak wat mensen zien. En dat zien ze ook terecht, want dat doen wij ook. Ja. Wij organiseren 12 en 13 september een summit in Amsterdam. Veelal voor C-level, dus CEO's en andere mensen die in de top van hun bedrijf kijken naar wat er is. Maar we mixen dat specifiek met mensen uit heel andere groepen. Van studenten tot scholieren, ondernemers. Ja. Om dat bij elkaar te brengen. Terwijl die laatste groepen juist misschien al veel meer doordrongen zijn van wat voor moois er allemaal kan en hoe noodzakelijk het is. En de C-level misschien al denken, dat boek laat ik nog even liggen, dat komt wel een keer. Ja, nee, dat zie je. Overigens, ik denk dat wij nu, we hebben in 2013 in Carré een event gedaan, met Diamandis in 2014 een summit in Lamar. Eigenlijk 3 jaar geleden zag je CEO's die zeiden, dit is een leuk clubje. Hè? Techno-optimisten die denken dat de wereld heel rap gaat veranderen. Dat zullen we nog wel eens zien. Ja. Het jaar erop zeiden mensen, het gaat wel veranderen, maar het duurt echt nog wel 4, 5 jaar. En de laatste keer was het eigenlijk dat mensen vroegen van, met wie kunnen we er hier nou een beetje over sparren? Want we merken dat het in de boardroom echt een thema is. Echt een issue van, hoe komen we daar verder mee? Dus praktische handvatten en dergelijke. Dus het is wel veranderd in de afgelopen jaren. Want je moet natuurlijk een groep hebben die overtuigd is van jullie nut. Die moeten naar jullie toe komen, maar die heb je ook nodig om überhaupt te kunnen bestaan. Hoe zit dat? Ja. Hebben jullie bedrijven die het sponsoren? Wij werken met partnerships. Dus de bedrijven zoals Deloitte, TMG, Philips en KPN bijvoorbeeld zijn onze partners. Ja. De partners die krijgen ook voor de partnership een
programma, wat wij samen met hun eigenlijk opbouwen. Ze zijn eigenlijk ook klanten. Ze zijn ook, ze, ja. Het is dus ook, het is niet alleen een geld wat wij volgens in andere dingen steken, maar ook het bedrijf wat sponsort. Dus bedrijven die willen partneren, hebben daar ook voor hun eigen medewerkers iets aan. Dat doen we in events die gericht kunnen zijn op content. Hè? Dus echt het informeren van je eigen medewerkers, maar bijvoorbeeld ook je netwerk. Dus je kan ook zeggen, ik doe dat om mijn netwerk. Hè? Dus als ik een groot bouwbedrijf ben, dan bijvoorbeeld doe ik dat om al mijn toeleveranciers bij te betrekken over de ontwikkelingen. Maar we doen het ook om ze daadwerkelijk de ideeën om te laten zetten in actie. Wat wij dan cross-sectorale innovatie is. Dan heb je bijvoorbeeld 2 dagen volop content. Ja, het mag niet bij inspiratie blijven. Het moet ook. En dan de 3e dag ga je aan de gang. Dus dat kan bijvoorbeeld een grootstedelijke gemeente, defensie en politie die samen kijken naar de toekomst van veiligheid van steden bijvoorbeeld zijn. En heb je met die partijen, hè, want zo werkt het natuurlijk toch vaak. Je steekt ergens wat geld in en je krijgt er iets voor terug. Nou, je hebt al gezegd, sowieso ben je zelf ook al, word je onder handen genomen, misschien zo te zeggen. Maar bij een universiteit kan je natuurlijk ook zeggen, we hebben zoveel publicaties door de of zoveel afgestudeerden enzovoort. Ja, ja. Hoe zit dat bij jullie? Wanneer doen jullie het goed? Wat zijn de KPI's? Nou, ik denk, wanneer wij het goed doen, is als we zien dat uit zo'n project, zeg maar, als die 3-daagse, dus 2 dagen content met een 3e dag innovatie, dat daar concrete projecten uit voortkomen. En hoe we dat eigenlijk weer terugzien, is dat wij hebben niet alleen dus wij zijn niet een operationele entiteit die gericht is op het maken van winst. Mm-hmm. We zijn wel een entiteit die winst maakt, maar de winst hebben wij afgesproken met de oprichters. Die wordt besteed aan projecten waarin wij die exponentiële technologie terugzien. Dus alle overwaarden die wij zien, die beslissen we eigenlijk samen met onze partners, die herinvesteren we. En kan je een voorbeeld noemen? Wat zou dat kunnen zijn? Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn of neem een project. Hè. Mijn achtergrond zit in de healthcare. En er komt na een overleg tussen een ziekenhuis, een verzekeraar en misschien een automobielfabrikant, komt er een nieuwe start-up die iets met automotive en health gaat doen. Ja. Een klein bedrijf, wat in principe nog een proof of concept aan het maken is. En wij kunnen daar in een heel vroeg stadium eigenlijk door die winst te herinvesteren in mee investeren. Ja, oké, dus er kunnen ook spin-off start-ups uit voortkomen. Precies. Dat moet misschien wel. Dat is in principe wel onze doelstelling. In de VS zie je het bij de labs. SU Labs. Ja. Dat is een accelerator. En dat, dat is een heel format. Wij zijn niet direct op dit moment in dit jaar al van zins om een accelerator te starten, maar wij zijn wel van zins om die projecten te financieren en mee te financieren. Dus daar gaat onze winst naartoe. Dus het is er echt in die partnerships ook op gericht om zowel meerwaarde voor de organisatie zelf als voor de spin-offs. Want vaak gebeurt het ook niet meteen binnen de organisatie, maar zijn er 1-2 mensen van de organisatie. Ja. En er moet iets van geloof zijn dat dat ergens toe leidt. Dat is natuurlijk ook vaak met innovatie. Ja. Dat je van tevoren al helemaal moet uitrekenen. Dat is natuurlijk, Maar toch, jullie hebben die opening gehad. 2 juni. Met Koningin Maxima. Ja. En dan denk je, nou haal je ook traditionele media. Dus dat is goed. Ja. Op tv. Dus dan denk je, dat is fantastisch. Maar dan lees je ook, ben je ongetwijfeld gewend, ook kritiek. Daarom zei ik ook even tegen een optimist, maak je wel gelukkig realist van. Maar is het niet te veel, uiteindelijk zullen we alle wereldproblemen wel oplossen met technologie. Het komt allemaal wel goed. Zijn de voorspellingen niet exponentieel is per definitie heel hard? Ja. Maar gaat het niet af en toe erg hard? Ja, nou, ik las laatst van de week nog, geloof ik. Hè, dus de wet van Moore ligt er dan onder. Ja. Hè, we gaan iedere keer 2 keer zoveel power in 18 maanden. Wordt het iedere keer verdubbeld. En toen zei iemand, het aantal mensen wat de dood van de wet van Moore voorspelt, dat verdubbelt ook iedere 18 maanden. Hè. Ja, ja. Dus er blijft een continue strijd. Wij draaien het eigenlijk een beetje om, zou ik willen zeggen. Wij kijken niet zozeer. Ik zeg niet dat alle problemen, zeker niet, want er zijn heel veel dingen die zijn heel sterk sociaal gebonden. Of dat heeft te maken gewoon met de menselijke geest die je niet gaat veranderen met technologie. Maar omgedraaid kan je wel denken, wat we zien aan technologie die beschikbaar is, waar gebruiken we het voor? Neem even als voorbeeld virtual reality en augmented reality. Ja. Dat is een fantastische ontwikkeling waar veel in gebeurt. Nou, waar wil je dat voor inzetten? Zet je dat in bijvoorbeeld voor gaming, hè? Voor een toepassing waarvan je kan denken, is de payoff daar de investering waard? Nou, het is een fantastische industrie, dus het biedt alleen al veel banen, dat zou je kunnen zeggen. Maar wat voor andere toepassingen zijn er verder nog? Hè? Zijn er toepassingen bijvoorbeeld in angsttherapieën in de zorg? Of zijn er toepassingen die, we hebben op de Summit een mooi voorbeeld waar we een meisje hebben dat geen functionele hand heeft en die heeft een 3D-printen hand. Ja. En die 3D-printen hand is wel ontwikkeld in samenspraak met game developers die die hand eigenlijk helemaal geoptimaliseerd hebben. Met de game developers, de ontwikkelaars van die 3D-printtechniek. Ja. Je zou aanvankelijk misschien niet denken dat dat kan helpen. Ja. En dan kijk je heel erg naar waar die crossover zit. En wij zeggen eigenlijk, waar zit technology for good? Mm-hmm. Dus
zijn alle wereldproblemen oplosbaar met technologie? Ja. Zeker niet. Zeker niet enkel met technologie. Maar wat doen we met al die technologie die we hebben en die ons aangereikt wordt? En dat willen we eigenlijk onderzoeken. Hey, en het is natuurlijk misschien ook smaak. Want zoals jij het nu zegt, denk ik dat er nooit iemand tegen kan zijn. En toch zijn er ook mensen wel kritisch. En die zeggen misschien toch, het zijn een beetje fantasten. Toen destijds met die Diamandis, die dan een verhaal had dat zo mooi is, dat je bijna vraagt om iemand om het te challengen. Om met een wetenschappelijk rapport in je hand misschien. Nou ja, er zullen altijd mensen... Kijk, er is niks mis met challengen. Maar challengen om het challengen alleen, dat is natuurlijk vrij beperkend. Als je inderdaad zegt, ja, er is altijd over elke technologie is wat op aan te brengen. Of aan te merken. Mm-hmm. Maar waarom zou je het alleen maar challengen als je de andere aspecten daarmee eigenlijk onderbelicht laat? Dus ik heb er niks tegen dat er iemand is. Dat is ook zonde, zeker. Er is meer dan genoeg ruimte en dat hopen wij ook steeds meer te bieden. En we hebben vaak gehoord inderdaad van mensen die zeggen, ja, maar het is alleen de positieve kant. En absoluut moet je ook kijken van aan het gebruik van bepaalde technologie zitten soms ook bijeffecten. En heb je genoeg beeld of heb je genoeg ruimte om die bijeffecten goed te laten zien en te weten wat dat zijn. Maar het gebeurt wel. Er zijn wel echt veel mogelijkheden die anders gewoon onderbelicht zijn. Ik vind ook gewoon een mooi voorbeeld dat wij nu bijvoorbeeld met een van onze partners, dan TMG, in deze week een special uitbrengen. Technologie voor goed. En dat is voor mensen die eigenlijk gewoon de Telegraaf lezen en die van allerlei berichten zien, van mooi tot slecht. En technologie is meestal de technologie van robots nemen je banen over. Wat is dat overigens over partners gesproken? Is dat inderdaad een partner die jullie goed kunnen gebruiken om het nog meer uit te dragen, ook bij een groep die misschien niet naar dit programma kijken, maar wel naar de Telegraaf? Ja, absoluut. Dus het zijn mensen die want wij hebben ook we hebben ook goed contact met of het nou het FD is of andere media. Oké, is niet specifiek met de Telegraaf iets? Nee, Telegraaf is daarnaast een partner. Dus dat is een partner met wie we dit soort dingen kunnen doen. Ja. Maar we zijn ons er te degen van bewust dat er een ander publiek is dat het FD leest dan de Telegraaf. En dat vinden we eigenlijk alleen maar mooi omdat we die getraptheid kunnen gebruiken. We kunnen dus mensen op boordniveau die misschien het FD lezen aanspreken. We kunnen mensen die de Telegraaf lezen. En ik zou nog heel graag in de toekomst, en dat proberen we nu ook in gang te zetten, bijvoorbeeld veel meer experimenteren met wat kan je doen voor scholen en voor lagere en voor middelbare scholen. In Nieuw-Zeeland hebben ze bijvoorbeeld stripverhalen over technologie uitgebracht. Hè? Dus, ik weet niet, ik lees bijvoorbeeld nog de Donald Duck. Veel mensen. Ja. Ik las net toevallig een interview dat 50% van de lezers van de Donald Duck is volwassenen. Dat is een goed stemmende, ja. En het is een fantastisch instrument om een hele grote groep over alle lagen te bereiken. Dus ook weer, de strip is misschien geen technologie, maar daar ben je eigenlijk ook weer aan denken. Hoe kan ik nog twee dingen op elkaar leggen om toch mijn doel te bereiken? Ja, dus hoe kan ik die doelgroepen bereiken? En dat is waar wij heel sterk naar kijken. Dus die doelgroepen van, en ik noem het altijd ook een beetje de Tesla-strategie. Het is gewoon waar dat wij beginnen aan de high-end van de markt om de financiën te genereren om de tweede tier te bereiken, om de derde. Ja, want zo zijn jullie gestart, maar dat is in principe het model zoals het moet werken. Ja, dus je moet ergens uit. Wij zijn een volledig zelfstandige organisatie. Dat is ook nog wel een misvatting. Mensen denken dat wij een soort dochteronderneming zijn of iets anders. Wij zijn volledig zelfstandig. We moeten ons als Nederlandse entiteit bedoel. Ja, dus we hebben enkel en alleen een licentieovereenkomst. Ja. En daaronder vallen een aantal mogelijkheden binnen de programma's. Maar wij moeten ons eigen broek ophouden, partners vinden enzovoorts. Dus, en het betekent ook dat wij moeten zorgen dat onze eigen feeling vinden met waar de markt behoefte aan heeft. Dus van alles van pricing tot en met wat bied je aan en wie benader je daarvoor. Ja, en want dan word je natuurlijk ook gedwongen om op een kortere termijn te kijken. Want je kan zelf nog wel zo goed zijn om ver vooruit te kijken. Maar uiteindelijk moet je ook die C-level persoon, die dat overigens ook wel moet doen, maar die toch ook wel met het annual plannen voor volgend jaar bezig is. Ja. En die moet doordrongen raken van het feit dat hij hier iets mee moet. Of dat hij zich op zijn minst moet laten informeren en misschien zelfs wat meer dan dat. Ja, en je ziet natuurlijk dat de bedrijven waar wij denken dat het de meeste waarde toevoegt op dit moment, zijn de bedrijven die daar best wel moeilijke discussies over hebben in de boardroom. Dat zijn de bedrijven die worstelen met van het feit, ik zit al krap, om allerlei redenen, ik word al onder druk gezet. Daarom vraag ik het, En dat is natuurlijk uiteindelijk, dan kom je eigenlijk terug op, je vroeg net, wordt alles opgelost door technologie? Zeker niet, want dit bijvoorbeeld is denk ik typisch een item van leiderschap. Mm-hmm. Hè? Ja. Welke persoon in de boardroom durft eigenlijk met zijn vuist op tafel te slaan? Die zeggen, ja, we kunnen wel blijven knijpen misschien in bepaalde onderdelen, maar misschien moeten we hier juist in investeren. Is daar een gebrek aan, vind je? Nou, ik durf niet. Ik denk niet dat het aan mij is puur om nu te zeggen dat er in alle. Dat denk ik zeker niet. Ik denk gewoon dat het een hele moeilijke beslissing is om als je je eigen personeel en je hele bedrijf eigenlijk puur kijkt naar van het gaat al niet goed en waar investeren we dan in? Om dan echt te kunnen zeggen, wij geloven, wij staan erachter dat investeren in innovatie waarde oplevert. Misschien niet vandaag.
Hè, maar wel voor de lange termijn. Ja. En dat is denk ik... Ja, dat is uiteraard toch ergens, voor jullie toch? Dat om, is ook om hem erin te helpen, of haar? Ja, om dat ook te laten zien, dat dat mogelijk is. En dat is natuurlijk geen... Dat zijn geen makkelijke discussies, maar wij proberen ook wel te laten zien dat het ook... helpt bijvoorbeeld om dit soort dingen te doen, wat je de termijn soms kan verkorten. Hoe meer mensen binnen je organisatie weten van mogelijkheden van technologie. In termen moet ook weer verkocht worden, moet mensen ook weer ingeloven. Ja, en dat is ook wel wat ik merk, dat ook gewoon ontzettend leuk is als je vaak ziet, het begint vaak met een boardmember die misschien een executive program, wat in de VS bijvoorbeeld is gedaan, of hij is naar een vorige summit geweest. Ja. Maar bijna altijd is het zo dat als het echt wil gaan rollen in een bedrijf, dan moet je kijken naar welke mensen zitten op dat soort posities, vaak op hele andere niveaus binnen je bedrijf. Ja, want dat eerste doen jullie nog relatief makkelijk, hè? Zonder, ik bedoel, inspireren en dat... Ja. Dat kunnen jullie natuurlijk allemaal wel. Maar om het hele relevant te maken voor die persoon of dat bedrijf of die board, van wat moet hij nou morgen aan zijn medewerkers zeggen, waarom moeten we hier iets mee? Precies. Dat is denk ik wel de challenge. Dat is de challenge en dat is ook iets wat wij nu in de producten die we maken eigenlijk aan het ontwikkelen zijn. Is wat zijn de opvolgingen die je doet? En dat doen we niet alleen, dat doen we met partners met wie we samen kijken. Nou, hoe volg je dingen op? Hè? Hoe volg je sessies op? Hoe maak je dat? Wij zijn niet... Ja, je moet ze niet in verwarring achterlaten, want dan heb je eigenlijk... Nee, dan heb je ze door elkaar geschud en dan staan ze alleen maar heel verbaasd. Dat gebeurt heel veel in mijn ogen en dat is leuk, maar dat is meer leuk als teammaatje. Exact, nou dat is zeker zo. En dat is wat wij dus in die... Daarom hebben wij eigenlijk dat tweedaagse format wat vanuit de VS eigenlijk vaker wordt gedaan. Zo'n soort mini-summit zou je kunnen zeggen. Of eigenlijk, wij hebben gezegd, nou, dat willen we minimaal uitbreiden met een driedaags format waarin actiegerelateerde uitwerking zit, zou je kunnen zeggen. En nu zijn we dat ook aan het kijken, kan je dat ook op kleiner formaat doen? En kan je dat ook op andere format... Wat is uitwerking precies? Moet daar een team uitkomen? Of, dat zal de klant ook willen weten waarschijnlijk. Van, wat heb ik dan? Want zo werkt het natuurlijk toch vaak. Wat heb ik dan aan het eind, concreet? Ja. Nou ja, en wij zitten daar natuurlijk... Wij zitten niet per se in de business van het feit dat wij een jaar lang met zo'n klant misschien aan het handje meegaan en zeggen van, oké, we gaan zo sessies. Maar we hebben wel... Nee, we hebben wel partners en partijen met wie we dat heel goed samen kunnen doen en die dat op kunnen pakken. Van maar die dat zijn consultants? Ja, oké. Okay. Nou, dat zijn partijen die dat heel goed kunnen. En die wij mee, zeg maar, nemen in zo'n traject. Die wij voorstellen of die wij doen. Dus je hebt recentelijk in de zorg bijvoorbeeld een sessie gedaan. Dat deden we met Freedom Lab. Daar harvesten we vervolgens ook het resultaat. Er is eigenlijk binnen een sessie van een middag, en we zijn nu met een tweedaags programma bezig, zijn heel veel uitkomsten mogelijk die heel concreet zijn voor mensen om aan de slag te gaan. Maar dan krijg je die partners misschien ook wel die bij jullie aanbellen van, we willen zo graag een voet tussen de deur, want we kunnen ze helpen, maar het management is niet overtuigd. Ik sla wel een beetje plat nu, hoor. Ja. Maar kunnen jullie daarbij helpen? Uiteindelijk het doel is misschien goed, hè? Want dat helpt. Tuurlijk, ja. Ik bedoel, dat is opportunity-based. Iedereen misschien die iets ziet, die denkt, oh, mag ik daar ook een graantje? Ik geloof veel sterker in het feit, kijk... In zo'n geval selecteren wij partners die met ons zo'n traject doen. En dat doen we met partners met wie we veel ervaring hebben, omdat we er langer al mee samenwerken. Of waar we een soort shared mindset eigenlijk hebben. Van waarom doe je dit en hoe lang kan je dit? Moet wel, Hoe lang kan je dit doen? Dus het zijn zeker geen one-offs. Nee, het moet echt een partner zijn. Het moet echt een partner zijn uiteindelijk in dit traject. Want je zegt wij, je bent medeoprichter met drie anderen, denk ik. Met Jury van Geest als formele oprichter wellicht. Zonder Jury van Geest was dit er niet geweest, zou je kunnen zeggen, in Nederland. Dus als er iemand in de afgelopen... Nou, ik denk dat Jury's eerste blog die ik las over het boek, zeg maar, Singularity, is in 2004. Ja. Dus in Nederland, misschien in de wereld, waren er weinig mensen zo opmerkzaam als hem. En in 2007, 2008 ben ik ingeschoven eigenlijk in Mobile Monday. Want een soort dat was een mooi event voor 400 mensen, mobiele innovatie. Zelfde missie eigenlijk. Zelfde missie, mobiel, precies. Ja. En dat was op een gegeven moment helemaal geen mobiel meer. We gingen het over synthetische biologie en gaming hebben. Ja. En dat was een mooi moment om te zeggen... Mooi, hoogtepunt gestopt, verder gegaan. Ik ben in de Quantified Self, de heldhoek, verder gegaan. Jury is eigenlijk, samen met Michiel Schuurman en ik, hebben we eigenlijk die community verder uitgebouwd. Ja. Dertien events. Wat is het nu, zeg maar, Singularity University? Nou, de Singularity U, eigenlijk community is er altijd al geweest. Dat zijn zo'n 1800 mensen bijna die al allerlei events hebben gedaan, waar wij events voor georganiseerd hebben over al die thema's. Dus Singularity U is nu die community. Het is de organisatie die er omheen zit, die programma's doet. Dus wij zijn de eerste eigenlijk wereldwijde, wat we dan binnen Singularity U de ERP noemen. Exponential Regional Partner. Ja, en met hoeveel mensen doen jullie dat? Dat doen we nu met ongeveer 8 man. Ja. 4 oprichters en 4, zeg maar. En dan nog een schil van mensen daar weer omheen. Dus voor de productie van summits enzovoort zijn we natuurlijk weer meer mensen die aanhaken. Maar dat zijn ongeveer de mensen met wie we dat nu praktisch uitvoeren. Ja. En wij zijn de enige, dus wij zijn echt de allereerste
En dat komt ook op het konto van een schil van partijen onder aanvoering van Juri en Diederik Kroes en Jip Stolten, die dat naar Nederland echt ook getrokken hebben. Want het is natuurlijk ook gewoon laten zien waarom hier, hè? Waarom Nederland. Ja, want is er iets specifiek voor Nederland? Want we zijn de eerste, zijn we ook de enige? We zijn ook de enige op dit moment. Ja, we zijn de enige. Is dat omdat een paar mensen zich er extra hard voor hebben gemaakt? Of is dat ook nog omdat onze infrastructuur goed is of omdat we innovatief zijn? Of? Het is natuurlijk beide. Het is het feit dat er een grote groep eigenlijk ten strijde is. Zou je kunnen zeggen van we gaan dat ook zorgen dat het hier komt. En we denken dat dat heel goed hier kan. Om de redenen dat we hier een fantastische innovatie-infrastructuur hebben. Ja. Dat we ook goed Engels spreken. Want dat is natuurlijk voor de overdracht van Engelstalige sprekers. Wel dat, ja. Dat zou hier... het zou ook nog in Zweden kunnen of zo misschien. Ik zeg maar wat. Ja, of in Duitsland. Of in dat zijn zeker landen. En dat is ook wel de bedoeling dus om een beeld te geven. De ERP-structuur, hè, dus die partnership-structuur. Ze hebben nu, zoals TED bijvoorbeeld, salons en communities bouwt. Ja. Hebben ze dat nu ook voor Singularity U. En dan heb je ook de salons en communities, non-profit. En dan heb je de ERP's, en dat is in principe for profit. Behalve zoals wij het dus gestructureerd hebben besloten. Dat doen we in principe met een flat fee. Dus we doen het gewoon alle winst naar de stichting. Ja, oké. Okay. Maar dat zijn dus echte partnerships. En daarvoor zijn ze nu in onderhandeling om dat voor meer landen te doen. Dus... Hey, en want je noemt natuurlijk al een paar de summit. Ja. Is dat eigenlijk de grote showcase van wat er allemaal aan denkvermogen is, inspiratie? Iedereen kan er naartoe. Uiteindelijk is het ook een commercieel ding. Niks te nadelen ervan, hoor. Maar als je dit al meer over wil horen, koop een kaartje, kom naar de summit en je krijgt fantastische inzicht. En wat daar helemaal leuk, of tenminste dit jaar nog meer bijzonder aan is dan eigenlijk afgelopen jaar, is dat we een volledig nieuwe line-up hebben in de onderwerpen, maar dus ook in de sprekers. Wat we dus met dat ERP, die partnership ook laten zien wereldwijd, is niet elke topinnovatie komt uit de VS. Dat wordt wel vaak zo geframed. Dat is een van de onderliggende boodschappen. Het is ook een combinatie. Dat wij in principe, we hebben nu de eerste 7 faculty-sprekers geaccrediteerd. Ja. Dus onze Nederlandse faculty. Ja, ja. Daarvan gaan we nog veel meer in de komende jaren accrediteren. Dus dan hebben we eigenlijk een netwerk van die top-experts. En dat zijn mensen op het gebied van bijvoorbeeld Mark Post, de uitvinder van het kweekvlees, Carlo van der Weijer, Mobility. Ja, dus juist die verschillende sectoren. Dat zijn allemaal mensen die we laten zien. En je ziet ook, dat geeft eigenlijk ook meteen alweer een nieuw perspectief in de VS. Bijvoorbeeld, Carlo van der Weijer spreekt op de summit over de future of mobility. En ik was mee en we waren op een soort kennismaking, training in de VS. Zeiden die Amerikanen ook van, ja, je moet het, call it the future of autonomous vehicles. Ja, dat backt lekkerder en het komt beter over. Want mobility hebben we nu ook al, ja. Ja, nou ja, maar toen zeiden we eigenlijk, dat is niet wat het is. Nee. Want het bekt wel lekker en het komt fantastisch over. Maar mobiliteit gaat er ook om dat alleen al door de innovatie, en dat klinkt soms heel, heel simpel in Nederland, van elektrische fietsen, is er een impact op het OV. Dus juist de mix van alles, hoe die gaat. En als je dat alleen maar autonomous vehicles noemt. Ja. Dus je ziet ook dat die Nederlandse mindset, of Europese mindset mag je het ook noemen, die geeft eigenlijk weer een hele andere kijk op dat soort en zaken. En zo willen jullie hem insteken voor de summit. En Mark Post bijvoorbeeld uitvinden, van, die geeft al denk ik 4 jaar colleges ook binnen het Global Solutions programma van Singularity U, wat eigenlijk hele jonge studenten, 17, 18-jarigen getraind en die daar een bedrijf bouwen. Omdat het gewoon een heel mooi voorbeeld is van de future of food. Hè? Hoe kan je mensen van voedsel voorzien? Nou, niet meer door te gaan met de huidige manieren, maar wel bijvoorbeeld om kweekvlees te gebruiken, wat je eigenlijk van stamcellen van koeien in dit geval opkweekt. En je praat heel bevlogen over al die onderwerpen. Dat zal jou ook allemaal aanspreken. Maar je hebt je bent veel met zorg bezig geweest. Dat zei je ook, hè? Daar ken ik je ook van. En je zei nu eventjes van, ik zou ook heel graag iets met onderwijs willen, of kijken hoe we met technologie of met strips iets kunnen doen. Ja. Heb jij nog voor jezelf bedacht, de zorg zal het ook wel blijven, maar een missie is natuurlijk veel te groot woord, maar is iets waar je denkt, daar wil ik de komende jaren echt een soort extra hard voor maken of zo? Ik denk dat daarom ook wel dat voorbeeld noemde. Het is zo makkelijk om het, laat ik het zo zeggen, ik ben ooit een paar maanden wiskundeleraar geweest en het is niet zo moeilijk, en dat chargeer ik even, dat weet ik, maar het is niet zo moeilijk om een integraal vergelijken voor degene die dat weet aan een VWO 5 of 6 studenten uit te leggen. Ja. Maar een basis, een brugklasleerling uitleggen dat 6 gedeeld door 3 2 is, en die dan vervolgens wat glazig naar je kijkt en zegt, ik snap het eigenlijk niet. Nee.
Daarvoor moet je een heel arsenaal van methodes eigenlijk hebben. En dat is nog eigenlijk veel moeilijker. Dus alle respect voor mensen die dat kunnen. Ik kon het alleen een klein beetje op dat VWO 5-6. Ja, het is wel juist een moeilijker... En dus hoe vertel ik het gewoon die hele grote groep die alleen maar denkt... Hè, ik zeg altijd, ook een schoorsteenveger die nu ziet wat een drone kan... die ziet dat 80% van zijn werk gewoon in 20% van de tijd kan gedaan worden. Maar ook dat is weer een flinke ambitie. Want het suggereert dat eigenlijk de manier van lesgeven of van uitleggen... misschien wel helemaal anders zou moeten. Dat is zegt, toch? Ja, dat is zeker. Ik denk ook dat er in Nederland fantastische voorbeelden zijn... van Operation Education tot Codeuur tot andere initiatieven... die proberen te laten zien dat het heel anders kan. Ja. En als wij daar ons steentje aan kunnen bijdragen en ook... Kijk, ik zeg altijd, Singularity U is in die zin eigenlijk de springplank. En wij proberen voor veel mensen die springplank... Je zou kunnen zeggen, hij zit een beetje... Het hangt er vanaf van welke hoogte wil je springen, weet je wel? Ja, wil je dat in het Engels met al je peers die op boordniveau zitten... Of wil je dat gewoon met mensen die normaal de krant openslaan... en zeggen, oh, wat is er vandaag eigenlijk aan de hand? Die niveaus, dat proberen we eigenlijk te bouwen. Ja. En ik vind het een uitdaging om dat ook te doen. Juist voor die dingen. Hè? Dus juist voor die, weer even die brugklasstudent. Ja, die 6 gedeeld door 3 is 2. Niet meteen denk snapt. Daar dan ook eens iets op. Ja. Wat leg je dan? Want het is zo makkelijk om weer dezelfde voorbeelden en dezelfde dingen te gebruiken. Maar dan is eigenlijk jouw persoonlijke missie past wel heel goed op die van Singularity U. Hè? Het is in die zin een hele mooie combinatie. Want er komen alle onderwerpen in terug. En het is zo fascinerend omdat... Het gaat niet meer, en dat denk ik dat iedereen die iets doet... Het is niet meer, hier zijn de technologieën, dus het is hier 3D-printing... en daar artificial intelligence en biotechnologie. Maar het zijn waar die dingen samenkomen, waar het interessant wordt. Ja. En waar ze vervolgens waarde toevoegen in ons... En waar ze waarde toevoegen en waar ze voor goed kunnen gebruikt worden... als we daarmee kunnen aantonen dat mensen echt een goede discussie kunnen voeren... door middel van het feit dat we ze hebben helpen hun kennis op te schroeven... dat ze beter weten wat... eigenlijk speelt, nou, dan denk ik zijn we een heel eind voortgeschreden in onze missie. Nou, mooi. Dankjewel voor het toelichten. We hebben dat ook weer een klein beetje gedaan, maar laat er maar nog heel veel over gesproken mag worden. Dus daar ga je in ieder geval voor zorgen. Dus heel veel succes daarbij. Dankjewel. Dit was Smart. Alle andere afleveringen en deze staan uiteraard op 7ditches.tv.